Shemig Maaike, derde van Nederland. Ja, ik kan het nog niet helemaal geloven, volgens mij. Nee. Heb je je ouders al gebeld? Nee, maar ze hebben het wel gezien, want ze hadden wel een bericht gestuurd. Maar bellen doen we niet aan. Nee, ik las ook van de week in de krant dat bellen helemaal uit is. We appen alleen nog maar, toch? Precies. Ja. Ja, hoe ging dat vandaag allemaal? Want Lisa, die speelde toch ook een goed toernooi? Ja, ik denk dat het eigenlijk best een goede partij was van beiden. Ik kwam, denk ik, de hele tijd ietsje bezig staan, maar het was moeilijker wat mee te doen. En pas in het verre eindspel, dus na 5 uur spelen, was het echt pas klaar. Dus het was gewoon heel spannend. Ik was ook heel zenuwachtig, zij misschien ook wel, maar ik weet niet. Waar ben jij nou zenuwachtig over? Want ja, ik zei het net al een beetje, maar... Je giechelt de hele tijd en het lijkt erop alsof je schaken totaal onbelangrijk vindt. Of zien we dat helemaal verkeerd? Nee, ik wilde wel heel graag winnen, want wist ik dan derde of gedeeld derde zou zijn. Of als Thea of Anne zou verliezen, zelfs gedeeld tweede. Nou, dat is natuurlijk geweldig, dus dat leek me gewoon een heel mooi doel. Ja, dat snap ik ook wel. Nou ja, oké, ik geloof het. Hoe nu verder? Ja, gewoon nieuw toernooi spelen. Ooit. Ja, dat is een beetje hap-snap benadering. Maar zit er niet ergens in je achterhoofd van ik wil dit en ik wil dat bereiken? Ja, in de toekomst wel, maar dat ik zou ooit... Nee, we hebben het nu over de toekomst, ja. Ik zou ooit IM willen worden, maar dat duurt nog even, denk ik. IM in de zin van Wim of in de zin van IM? Ja, wat denk je zelf? Ja, ik zou liever IM willen worden. Wim is ook leuk, maar... Ja, gewoon IM natuurlijk. Vrouwentitels worden niet aangevraagd? Nee, liever niet. Liever niet. Degene die ze moeten aanvragen ben jij, hoor. Ja, nou, ik ga het niet doen. Ik ga niet doen, precies. Dat zeg je dan. Maar nu even concreet. Want hoe oud ben je nu? 18. Ja, precies. Ik bedoel... Dan ben je niet op je top over het algemeen. Volgens mij vroeg je dit een paar interviews geleden ook, dus dat klopt. Ja, dus nee, maar je bent nu wel derde van Nederland al. Ja, bizar, hè? Ja, toch? Ja. Nee, maar wordt er dan niet iets in je wakker van... ik ga nu nog 3 keer zo hard aan schaken werken? Ja, zeker wel. Ik heb gewoon zin in. Ik vond het heel leuk ook deze week, dus ik ben heel gemotiveerd nu om weer verder te gaan. Met enige verbazing dat je het leuk vond? Nee, zeker niet, maar wel verbaasd dat het zo goed ging. Oké, dit lijkt me een mooi einde van het interview. Maaike, hartstikke bedankt. Dankjewel.